Keizerstraat helemaal loop ik vandaag met Nieuw Dam. Zij is onder andere, zeg ik, theatermaakster. Zij is schrijfster en zij is ook actrice. En gisteren heb ik jou nog op tv gezien, op NPO 2. Nou, toen was je eigenlijk ook een beetje cabaretier. Ja, nou, dat is een beetje een experimentje wat ik aan het doen ben. Ja, nee. Nou, hoop ik maar dat de mensen... Nou, dat was meer een soort van een talk. Maar ik heb het zelf nog niet teruggezien. Nee, dus ik wel. Hoop, ja, ik hoop me dat een beetje. Is het wat Piet? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Ik bereik natuurlijk nooit iets voor. Maar in dit geval heb ik jou gegoogeld. En ik, op de een of andere manier kwam ik dus bij dat filmpje. Ja. En toen keek ik. En toen dacht ik, verrek, dat was gisteren. Ja. Toen het, dat het uitgezonden werd. Ja. Dus dan ga ik gewoon zien. Ja, ik moest hier gisteren. Ik ben hier nu in Groningen. Ja. Ik moest gisteren voor het Oestergenootschap. Ja, Oestergenootschap bij Brussels Lof. Ja, klopt. Bij Martin en Gea. Ja, dat is echt te gek, want zij steunen zeg maar, een soort van jong cultureel talent. Ja. En ze hebben, nou, dit jaar heb ik een klein fonds van ze gekregen als opstart voor theatermaken. Dus gisteren heb ik in Brussels Lof. Nou, daar komen een paar dames en heren per jaar dan bijeen. En dan gaan ze wijn drinken en oesters eten. Maar heb ik gisteren een deel van mijn voorstelling gespeeld in het restaurant. Ja. En dat was echt, echt te gek. Dus daardoor heb ik het zelf niet kunnen zien op televisie in mijn programma. Nee, maar eigenlijk is dat het leukste. Want eigenlijk is dat het leukste voor zo'n mannetje 40. Ja, en dat je daarvoor speelt. Ja, maar dat is te gek. Want ik heb je ook wel eens in de Schouwburg van Groningen gespeeld. Ja. Of in het Krantentheater. Maar op het moment dat je zo'n kleine setting staat, dan wordt het zo intiem en zo dichtbij. Ja. Dan greep het me echt zo naar de strot. Dat was echt, echt wel bijzonder op een andere manier theater te maken. Hey, het Oestergenootschap, jij zei het al. En dan in jouw eigen stad. Ja. Want hoe je het ook wendt of keert, Henk, hoe het ook bent of keert, dit is wel een geboren Groningse, hè? Ja, ik zou je sterker vertellen, mijn ouders die hadden een loempjekraam die jarenlang op de Ebbingenbrug heeft gestaan. Ja, die staat er nog, die naam staat er nog op, hè? Ja, dat is mijn naam. Ja, Nieuw Dam. Ja. 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 Ja, dat is wel bijzonder. Ik vond het altijd heel normaal dat, dat mijn ouders dat zo deden en hebben. En naarmate je zelf ouder wordt en zelf je dromen gaat najagen, dan besef je pas van wow, dat was gewoon de droom van mijn vader, zo'n loempjekraam. En ja, en dat hij het heeft vernoemd naar mij, dat heb ik ook altijd heel gewoon gevonden. Ja, hè? En dat je dan opeens beseft van, ja, dat is toch eigenlijk wel iets heel bijzonders. Maar ik ben natuurlijk van een leeftijd dat ik mij nog herinner dat hij dus begon, hè? Dat hij dus begon met zijn kraam. Ja. Om loempia's te verkopen. En nu loop ik dus naast zijn dochter. Ik loop naast jouw dochter, die dus opgegroeid is in Bijum. Ja. In de wijk Bijum. Ja. Is toch prachtig? Ja, ik vind het heel bizar. Ik ben echt een miljoen keer voor mijn gevoel door deze straat heen gelopen. Dan word ik nu in Amsterdam om hier weer terug te lopen. En ja, dat is toch wel bijzonder. Even naar jouw naam, hè. Nieuw Dam. Dan zouden de kijkers van Heerenstraat helemaal, en dat zijn er nogal wat, die vragen zich natuurlijk af dat Dam. Dam. Dat klinkt Nederlands, hè? Van Dam, Dam. Ja, heel veel mensen denken ook dat ik geadopteerd ben. Ik schijn heel Hollands over te komen. Ja. Maar, maar beide ouders zijn allebei helemaal Vietnamees. Het is toevallig ook een Vietnamees achternaam. Oh ja? Ja. Wat ja. betekent het? Nou, Dam weet ik niet precies, maar Nhung. Dat is heel corny hoor. Nhung betekent zo zacht als fluweel. Echt? Ja. Zo zacht als fluweel. Ik kan wel voelen of het klopt. Ja, nee, ik hoef niet eens te voelen. Ik weet zeker dat het klopt. Ik maak een grapje. Maar dat is echt wel bijzonder, want ik sta nu echt van mijn gevoel. Ja, ik weet niet, ik ben nu 30, maar echt zo op zo'n kruispunt van mijn leven. Weet je wel, dat ik volgend jaar, dan komt dan mijn boek uit. Ja. En ik heb een toneelstuk geschreven, wat dan volgend jaar in de Schouwburg komt te spelen. En dat ik echt denk van, wow, gaat het allemaal gebeuren of niet? Gaat het lukken of niet? En dan loop ik zo weer door mijn stad waar ik vandaan kom. En dan geweldig. Is het toch wel heel raar dat je denkt, nou, hier kom je nou vandaan. Hey, maar er is wel wat weg bij jou, hè? Er is wel wat weg, Henk. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk, Heerenstraat helemaal. Jouw accent is weg, jouw Gronings accent. Ja, ik had echt een heel erg soort van combinatie van een Vietnamese en een Gronings. Doe eens voor. Ja, maar dat lukt me niet meer. Ik heb het afgeleerd. Dus het lukt me niet meer. Als ik 3 dagen met je optrek, dan komt hij wel weer terug. Ja. Ben je het helemaal kwijt? Ja, ik denk het wel, want ik ging naar de toneelschool en toen zeiden de docenten tegen mij van sorry hoor, ze praat wel, maar waar is het over? Wat zegt ze nou? En toen heb ik 4 jaar lang spraakoefeningen gedaan op de fiets, onder de douche. Als ik met mensen ging praten, dan heb ik het helemaal afgeleerd. Ja. Ik moest beschaafd Nederlands leren praten, maar nu komt het alleen terug als ik een beetje aangeschoten ben. Ja, echt wel. Dan komt opeens dat Groningse komt dan weer voor. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Ja, heb jij dit altijd gewild, dit wat je nu doet? Ja, dit was wel echt altijd mijn droom om zo actrice te worden, om kunstenaar te worden. Maar ik weet niet, als je dan, je denkt ook van, ja, het is ook zo lastig om echt je, ja, iedereen heeft wel dromen, maar om dat echt, de
echt achteraan te gaan, ja. Dat is nog een tweede. Maar nou heb jij natuurlijk, verschillende gradaties. Hè? Wat is voor jou nou het meest bijzondere? Dat je schrijft, dat je theater maakt, dat je actrice bent? Of is het juist die combinatie? Ja, ik denk dat het de combinatie is, want het is... Ik weet niet zo goed waar ik uiteindelijk zou eindigen, weet je, met wat ik doe. Maar het gekke is dat het schrijven lijkt iets anders als theater maken, als acteren. Maar het gekke is dat het voor mij als hetzelfde voelt. Want ik vertel hetzelfde verhaal eigenlijk. Van waar je vandaan komt en wat je probeert te doen in het leven. En ik weet niet of ik uiteindelijk schrijven word of actrice of theater maken, maar ja. We gaan even terug naar dat schrijven. Je zei net, al komt mijn boek uit. Hoeveel heb je nu gemaakt? Van die... Net, het wordt mijn debuutroman. Dit was jouw eerste boek. Dat was een debuutroman van Noem Dam. En waar gaat het boek over? Als ik zelf nog in een proces is en nog aan het schrijven ben, dan vind ik het heel moeilijk omdat... Ja, het is een roman. Het is een roman. Ja, bij de Bezige Bij komt hij uit. Ja. En ik heb net vorig jaar getekend en het wordt een literaire roman moet het worden. En eigenlijk wel heel sterk geïnspireerd, ook al is het fictie, op eigenlijk een fictief dorpje, maar natuurlijk zwaar geïnspireerd op Bijum, op de plek waar ik vandaan kom. Eigenlijk heeft het wel heel veel linken en... Ja, met waar ik vandaan kom. Maar dat schijnt dat heel veel schrijvers dat blijkbaar uit hun systeem moeten krijgen bij hun eerste boek. Maar er komen zeker heel veel elementen terug van waar ik vandaan kom. Ja. Wat herinner jij het meest aan die periode in Bijen? Nou, het grappige is, als je kind bent, dan denk je helemaal niet in goede wijken, slechte wijken, goede scholen, slechte scholen. En naarmate je dan ouder wordt, dat je opeens beseft van, wow, bijna iedereen van mijn basisschool... Ik was opgegroeid in de Nijensteinheerd. En dat ging dan echt zo tussen de junkies en... Maar wel aan de rand met uitzicht op de weilanden. Ja, en daar speelde ik ook altijd. Ja. Dat was echt ontzettend leuk. Ja, dus enerzijds uitkijken op de weilanden en anderzijds... Ja, dat was wel... Maar toch? Jij doelde een beetje op dit. Jij doelde een beetje. Wat ik dus eigenlijk ook heb, want ik woon in Leeuwenborg. De meest groene wijk en de meest mooie wijk. Maar staat die flat er nog in Leeuwenborg? Nee. Die flat, ik kan me herinneren toen ik een tiener was, dat ik een vriendinnetje ging opzoeken. Ja. En we waren echt. Waar was dat? In de sloep? Ja, zo'n enorm flat gebouw. Met een soort van verpauperde woningen. Ja, volgens mij is dat. Dat is weg. Oh ja. Wat jij bedoelt. Ja, en ik had nog wel eens krantenartikelen op zo rondom de tijd dat ik zo opgroeide. Ik herinner me heel veel gebeurtenissen. Dat er een baby was doodgestampt door een voedselmoord. En dat de jongen zijn handen in de brand had gestoken. En dat hij de Antillianen de schuld van had gegeven. Allemaal rare gebeurtenissen. Maar dat herinner ik me. Ik weet niet of het echt zo is gebeurd of niet. Of dat ik het heb verzonnen. Maar wat wel zo is, is heel bijzonder. Dat hebben we wel gemeen. Jij hebt altijd met veel plezier in Bijum gewoond. Ja. En ik woon nu nog steeds met plezier in Leeuwenborg. Ja. Dus, ja. Het zijn gewoon twee mooie wijken. Ja, dat is ook zo. Ze hebben natuurlijk wel gebouwd met het idee van aan de rand van de stad en je kan zo de natuur in en je bent ook zo in de stad. Dus Frank de Vries was ook gisteren bij Martin en Gea en die had zo genoten van jouw voorstelling, hè? Ja. Ja, en het mooie daarvan is, Frank die zei tegen mij van ik kon zelf niet, ik vond het echt zo jammer. Ja. Frank zei ook van er waren... Mensen waren ontroerd, hadden tranen in de ogen. Waar komt dat weg? Ja, ik verbaas me daar zelf ook over, want ik stond daar mijn voorstelling te spelen. Ja. En je komt natuurlijk zo dicht bij de mensen en je vertelt dan je verhaal en wat je hebt voorbereid. En ik zie eerst die blikken, omdat je zo dichtbij komt, zie je iedereen. Ik zag eerst alle blikken zo naar binnen keren en ik dacht dat ze me allemaal heel boos aankeken. Ik dacht van, praat ik Chinees of zo? Ik bedoel, ik kreeg geen enkele respons. En op een gegeven moment, op 3/4, begonnen de zakdoekjes te komen. En dan raakten ze zo ontroerd. Ja. En de afloop had ik het echt gevoel dat ik vrienden had gemaakt. Ja, en dat je elkaar beter hebt leren kennen. En dat is toch wel wat mijn droomsituatie van theater zou moeten zijn. Dat je voelt dat je dichter bij elkaar komt. Maar het was dus ook jouw privé waar je het over gaat, toch? Ja, als inspiratiebron wel. Voor hoe je naar het leven kan kijken. En hoe je kan blijven verwonderen. En hoe je het wel of niet kan redden met je dromen najagen en of ze wel of niet uitkomen. En ik probeer maar gewoon te leren en een beetje adviezen te vragen aan wijze mensen zoals jij, hoe je het allemaal moet doen. Ja? Val ik daaronder? Nou ja, ik vraag me wel af, toen jij zo oud was als ik nu. Als ik 30 jaar, lang geleden. Maar had je dan gedacht dat je dit zou gaan doen? Dat je nu zo dit... Ja, ik weet nog wel, ik wilde twee dingen. Of dokter of journalist, of wat ik nu doe. Ja. Maar toen ik 12, 13 was, stond ik al met een hele grote steen, met een veten eraan en mensen te interviewen op de Hamburger Vijver. Ja. Tijdens het schaatsen, en dan vroeg ik aan de mensen of het ijs wel goed was, weet je wel. Ja, en dan deed ik een diep interview met de baanwegen. Dus ik ben wel, wat dat betreft, ben ik wel gaan doen
wat ik wilde doen. En dat moet jij dus ook doen. Ja. Ja, want ik vraag mij af, en dit is een vraag die ik zeker wil stellen. Ik zag je dus op televisie. Je trad op daar voor heel veel mensen. Heb jij dan ook een bepaalde vorm van onzekerheid? Of valt dat dan weg? Want jij stond daar wel, hè? Nou, het rare is dat ik vlak voor een optreden heb ik altijd het gevoel dat ik gewoon niet wil. Dan heb ik echt koortsverschijnselen en dan voel ik muziek en dan denk ik, ik wil het niet en ik kan het niet. En dat is wel echt een soort van faalangst idee. Maar op het moment dat je daar staat en dan heb ik mijn verhaal en dan voel ik me echt zo'n tijger. Dat ik denk van, ja, maar ik moet mijn verhaal gewoon doen. En die mensen daar, hadden die dezelfde reactie als die mensen gisteren in Brussels Lof? Ja, dat was echt wel, ja. Ja, hè? Ja, ik heb nu een paar voorstellingen gemaakt, ook onder andere op Oerol. En dan waren de reacties ook zo. En dan is het zo... Ja, overweldigend dat de mensen dan zo reageren. Hey, ik wens jou veel succes nog. Ik hoop dat het heel, heel goed met jou gaat. En daar ben ik helemaal niet bang voor. Ja. Want die carrière van jou is nog lang niet voorbij. Oh, dankjewel, Piet. Er komen nog heel mooie dingen in. Jij kijkt in de camera en dat kan jij als geen ander. Jij kiest uit twee jonge actrices. Jij kiest uit Angela Schijf of Sylvia Hoeks. Sylvia Hoeks. Ja, die kant op. Dankjewel. Oh, tja, jongens. Prachtig. Nieuwdam. Ik weet zeker dat wij daar nog heel veel van gaan horen.